Julian, wie ben je? De Julian uit IJsselstein. En dit is mijn Mazda MX-5. Dit is mijn eerste auto. Ja. MX-5, je bent wel redelijk gek van die auto. Laat je t-shirt maar even zien. Ja. Dat moet ik wel even opnieuw. Ja. Ik hou van mijn MX-5, ja. Hij houdt van zijn MX-5. Ja. En ik heb beloofd, ik maak geen grappen over kappers. En niet over zijn vriendje. En dat is zo makkelijk. Ja, maar dat is natuurlijk wat iedereen. Dat doen al je vrienden ook, denk ik. Ik kan het hebben, ja. Toen je die auto kocht, waarschijnlijk. Ik zou verwachten wanneer. Wat is er met Volkswagen vandaag? Die willen allemaal voor ons, hè? Beetje. Komt door de booskijkers op de koplampen. Er zitten van die tapejes op. Heb je tapejes op de bouw? Ja, dan kijken ze een beetje achter. Maar we hebben hier een MX-5. Yes. Een NA, ja. Dus met de klapkooplampjes. Ik zal ze even demonstreren voor de mensen. Ja. Oh, mooi. Hoe lang heb je die auto al? Want je bent 19, dus ik gok dat je nog geen jaren en jaren en jaren in bezit hebt. Nee, ongeveer anderhalf, twee jaar nu ongeveer. Oké. Okay. Dat doet het drive systeem mocht ik zeg maar rijden toen ik 17 was. Ja. Onder begeleiding dan. Ja. En, toen hebben we die auto eigenlijk al vrij gauw gekocht. Nog het een en ander aan gedaan. Dus tegen de tijd dat ik er echt mee kon rijden zelf, was die al eigenlijk perfect voor mij. Oké. We hebben de roest aangepakt, onder andere. Dat was wel het enige echte puntje bij een MX-5 van het eerste type in ieder geval. Bij de dorpels. Dus dat hebben we het grootste werk zelf gedaan. Ja. Om wat budget te besparen. En dan het echte lassen hebben we laten doen. Je wilt dat het gewoon kwaliteitswerk is. Ja, precies. Dan heb je dat door een pro laten doen. Dat je niet over een jaar weer moet zijn. Nee, precies. Nee, dat is zeker niet het geval. Oké. En nog motorisch het een en ander gewoon om echt ijzersterk te maken. Distributie gewoon vroegtijdig vervangen. Alles gewoon kwaliteitsproducten. Oké. Ja. Nice. Ja. En toen was hij klaar? Ja, toen was hij klaar. En was dat net voor of na je 18e verjaardag? Zou ik eigenlijk niet meer weten. Nee, dat was wel iets ervoor. Okay. Ja, iets ervoor. Dus toen moest je nog heel even braaf met je vader ernaast. Daarna kon je rustig op zondagmiddag meteen naar de Nürburgring vertrokken. Ja? Ja. Je had de sticker erop zitten, zag ik, op de tanklab. Ja, klopt. Ja, ga je regelmatig? Of? Nou, ik probeer het wel jaarlijks echt erheen te gaan. Ik ga ook deze zomer weer. Twee keer? Ja. Ja, precies. Ja, klopt. Oké. Eén keer met deze auto dan. Ja. En dat is wel echt gaaf. Daar is hij wel een beetje voor gemaakt. Okay. Dan merk je ook echt dat het onderstel, kijk, op de weg. Op een dijk is het natuurlijk heel leuk, maar op een circuit. Ik heb nog een setje semi-slicks eronder liggen. Dan merk je wel echt dat hij heel leuk is op een circuit. Je hebt nu gewoon een normale straatbaan. Ja, dit zijn normale banden inderdaad. Maar je hebt dus ook semis erbij. Ja, klopt. Okay. Heb je nog iets gedaan qua onderstel? Nee, de veren die waren al vervangen. Ja. Dus met 197.000 willen die nog wel eens een beetje moe zijn. Ja. Nou, deze zijn dus nog prima. Ja. Verder zitten, dit zijn 17-inch redelijk brede banden. Ja. Dus dat maakt ook wel veel verschil, merk ik. Ja, maakt wel wat straffer allemaal. Ja. Je voelt wat meer. Ja, ja. En verder wat motorisch, wat kleine aanpassingen. Oké. Cool. Ja. En als je dat soort modificaties zoals semi-slicks, dan neem ik aan dat je hem ook gebruikt waar die voor bedoeld is. Zeker weten, ja. Het leuke vind ik aan autootjes met dit soort vermogen, dus dat je eigenlijk best wel een beetje lijp kan doen zonder dat je meteen je rijbewijs op het spel zet. Precies, ja. Was dat ook de reden om voor iets als dit te gaan en niet bijvoorbeeld een, ik kan me voorstellen dat je voor hetzelfde geld ook een Golf GTI kan scoren of zo? Ja, maar het moet ook een beetje interessant blijven qua verzekeren en ik bedoel, hij staat nu op mijn naam bijvoorbeeld. Ja. En ik betaal iets van 10 euro per maand voor verzekering. Nou, vergeleken met een Golfje als eerste auto, vind ik dat toch wel erg mooi. Zeker. Nou, dat is inderdaad. Je kan het natuurlijk in youngtime verzekeringen en dat soort dingen. Ja, klopt. Dat scheelt een hoop. Oké. Cool. Ja, ga je ook naar driftdagen en dat soort dingen? Of is het alleen Nürburgring één keer per jaar? En, Ik heb ze nog niet zozeer echt tegengekomen, echt driftdagen. Nee. Ik ga wel vaker Zandvoort en dat soort dingen. Ja. En als het regent wil ik nog wel eens gewoon een blokje omgaan voor wat rotondes opzoeken om het zo maar te zeggen. Wat is dat? Artikel 5 geloof ik. Artikel 8 is het volgens mij. Oh, artikel 8. Weet ik niet zeker. Een van de kijkers weet dat vast wel. Het is vast een van de kijkers die dat een keertje aan zijn broek gekregen heeft. Ja. Oké. Okay. Lachen. Ja. Hey, en is dit je
ze zeggen altijd, je eerste auto moet je nooit wegdoen. Nee, dat is ook wel een beetje, heb ik echt een beetje gehecht aan geraakt. Dus als het niet hoeft, dan wil ik hem niet wegdoen. Nee. Ik bedoel, die blokken die kunnen makkelijk 270.000 kilometer aan. Dus daar zit ik nog niet aan. Nee. Maar mocht er wat gebeuren, 73 gaan. Ja, mocht er wat gebeuren met mijn rijstijl, dan wil ik er gewoon heel graag een ander blok in gooien en dan gewoon altijd blijven rijden. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar zeg maar, dit is niet de auto waarmee je alleen maar auto. Is dit is niet je droomauto, denk ik. Laat ik zo zeggen. Laat ik dat voor je. Nee, ik moet zeggen, het was voor mijn eerste auto wel echt mijn droomauto. Was wel echt, de keuze was heel duidelijk al jaren geleden. Ja. Maar nee, die 350Z die is zoveel bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk een nog leukere auto. Okay. Maar ja, V6 en verzekering en zo. Dus mocht het ervan komen, dan ga je me daar eens in rijden. Even te. Hij zegt, die nu net, we maken meerdere van dit soort video's per dag en de 350Z is vandaag ook aan bod gekomen. Ja. Alright, dus dat zou wel een soort volgende stap kunnen zijn. Ja, ja. Ja, heel graag eigenlijk. Dan heb je meteen, ik denk bijna drie keer zoveel vermogen, want dit is 115 pk of zo? Ja, 115 pk. Ja. Klopt. En dan, dat is 280 of zo geloof ik. Dus ja, dat is, klopt. Oké. Okay. Nou, je bent wat gewend? Of, wat bedoel je? Qua vermogen, heb je wel gekkere dingen gereden dan je eigen MX-5? Ja, mijn oom heeft bijvoorbeeld een Nissan GT-R met het switcherpakket. Dus die heeft dan iets van 820 pk op de wielen. Dus dan word je wel, dan raak je al vrij gauw verslaafd aan auto's en de snelheid. Jouw oom heeft een Nissan GT-R met een switcherpakket? Ja. Ja. Met 800 pk? Ja. En die zegt tegen zijn neefje van 19. Hier heb je de sleutel, vriend. Ja. Veel plezier. Bijna, nog net niet helaas. maar hij heeft me wel vaak zat, heeft hij me echt meegenomen dat je echt denkt, dit is wel een heftige sportauto. Ja, nee, okay. Dat is natuurlijk heel gaaf zo'n GTR. Zeker een hele goede auto's om te kietelen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Wat ik merk met deze auto, om even bij deze auto terug te komen. Ik zit altijd net krap in zo'n MX-5. Ja. Ik heb met dat stuurtje nu ook. Ik kan eigenlijk wil je dan hier een toe doen. Ja, ja, ja. En ik kan heel geforceerd, net met de wreef, kan ik zeg maar dan mijn gaspedaal aantikken, maar dat is best wel lastig. De vijfde doet. Ja. Maar ik zit eigenlijk net te krap. Heb jij daar zelf ook last van? Of is dat, Ik weet niet hoe lang je bent, maar ik moet zeggen, voor mij vind ik het eigenlijk is precies goed. Okay. Op circuit is heel toon, nou is dat gewoon vergt dat wat oefening. Ja, tuurlijk. Maar voor mij zitten de pedalen zeg maar echt perfect daarvoor. Ja. Okay, ja. Dus... Nee, maar de stand van de pedalen is op zich goed. Alleen ik merk dat ik net niet genoeg ruimte heb om dan zeg maar tussen de middenconsole en het stuur en dan. Klopt. Je zit net klem, zeg maar. Als je nou echt een kort bovenlijf en lange benen hebben, dan kan dat inderdaad misschien. Dus als ik dat goed wil krijgen, moet ik gewoon even een stukje tussen mijn benen uitzagen. Of de stoel. Volgens mij kun je de stoel vrij makkelijk wat lager krijgen door dan een stuk van de zitting eruit te halen of zo. Dat is inderdaad ook wel een. Veel gedaan aanpassen. Ja, ja. Zou voor mij sowieso niet gek zijn, want dat kleine beetje haar wat ik hier nog heb, dat waait er nu precies af. Dat ik net boven de raamstel uitkom. Ja, ja. Ik merk dat ik de hele tijd een beetje zo in elkaar zit om de wind een beetje te ontwijken. Dan hoef je ook niet naar de kapper, dus dat scheelt dan. Scheelt hoor, ja. Hey, en verder, heb je nog veel dingen aangepast? Ik zie je hebt een ander stuurtje erin zitten, een Momo stuurtje. Nou, die zat er standaard al in. Normaal zit een mooi dingetje overheen. Dat weten veel van MX-5 eigenaren niet. Die kan je gewoon weghalen en dit is een standaard stuur. Dit is een standaard Momo stuur. Ja. Dat is een schattig toetertje. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus dit is het standaard MX-5 stuur, maar dan haal je dan het kapje af en dan kan je zo'n Momo dopje... Ja, die zit hierin. Wel even geinig om te laten zien. Die kan er gewoon zo overheen, zeg maar. Ja. Dan denk je dat het gewoon een normaal zwijf is, maar dan haal je hem weg. Grappig. Ja. Ik ga het mensen laten zien. Leuk. Ja. En is dat Momo knopje er dan al onder? Ja, die zat er al op, ja. Ja. Dus alleen om die reden heb ik veel tape. Je hebt alleen je eigen center wat kleine personificaties. Geel tape. Wat van die booskijkers op de koplampen, zeg maar. Lachen om een beetje van het stigma een beetje weg te halen. Ja. Maar verder... De uitlaat wordt aangepast. Alleen de einddemper zit er nog op, voor de rest is het geen demping. De katalysator is vervangen voor eentje zonder demping dus. Ja. Middendemper is weggehaald en die is in plaats gekomen van een klep. En dat gaat allemaal goed met de APK of moet je dan dingen terugzetten? Nou, ik heb het standaard uitlaatsysteem nog, ik kon een nieuwe vinden voor 4 tientjes of zo. Dus die heb ik gewoon klaar liggen mocht dat nodig zijn. Van twee boutjes. Nou, wat wel leuk is... Het kan net, hè? Ja. Het houdt niet over voor mij. En ik heb er ook meteen krampen gevoeld. Die
die klep die is regelbaar met de afstandsbediening. Heb je afstandsbediening? Oh, serieus? Ja, ja, die heb ik hier. Dus die kan je dan kan je openen. Zeg maar, je wil hier af en toe gewoon lekker een beetje de hooligan mee uithangen. Ja, precies. Maar het is ook wel lekker als je gewoon thuis kan komen zonder dat je de hele straat pakken plant. Ja, precies. Want de snelweg is gewoon heel erg, ja, het is wel een wereldverschil inderdaad. Er zijn van die opties die nu bij Mercedes of Porsche of zo kosten ze duizenden euro's. Ja. En, die heb ik gewoon zelf gedaan. Was dat duur om het zelf? Nee, joh, 100 euro of zo. 100 euro? Ja. Serieus? Bijna dat heb je dan zelf ingebouwd? Ja. Ja. Ik vind het wel lachen hoor dit. Heel wel. Hij blert al aardig dan terug. Ja. Zo. Het was iets meer dan ik verwacht had. Ik dacht, ja, hij zal wel een beetje gaan brommen. Maar... Want hij klinkt nu echt... Hij nu klinkt echt niet standaard, maar nee. Het is wel echt heel braaf. Ja, je kan hem echt regelen. Je kan hem ook een beetje openzetten. Ja. Dat het iets sportiever is. Je kan hem ook een beetje openzetten. Ja, dit is een heel klein beetje. En dan hoor je de... Hè? Zet nou eens helemaal open. Die captuur die denkt nou ook van, wat doet hij? Ja, soms kijken mensen wel raar aan als je hem dan in één keer dicht zet. Dan denken ze, is de motor uit de pot of zo. Tussengas is ook veel leuker zo. Ja. Ploft hij een beetje? Ja, als, heel je, erg. Als je hem in z'n 3 zet en naar 5 en dan gas loslaat. Dan z'n 3 naar 5? Nee, in z'n 3 en dan naar 5000 toeren bedoel ik. Oh, zo. Dan een beetje op het gas tikken. Mensen lopen altijd te janken natuurlijk op een MX-5, het is gay, het is gewoon uiteindelijk, als het je eerste auto is, je hebt een beperkt budget, dan is het een van de weinige auto's die je voor redelijk leuk geld kan kopen, dat je achterwielaandrijving hebt. Het is niet veel vermogen, maar dan heb je in ieder geval ook niet meteen die punten op je rijbewijs, want dat is natuurlijk ook een dingetje tegenwoordig. Zelf regelen hoeveel, hè? Ja. Het is echt niet normaal het verschil. Ja? Alsof er een hele toonhoogte in mijn oor weg is. Ja. Briljant. Maar waar we het over hadden, weet je, het is heel makkelijk een auto om af te geven van kappersauto, weet je het allemaal, maar het is gewoon wel veel fun voor relatief weinig geld en er is zoveel voor te krijgen. Zeker. Hè? Ik bedoel, uitlaatsysteempje, maar ook stel je wil wat met je onderstel of je wil. Ja. Je kan alles ervoor krijgen voor een paar honderd piek. Ja, zeker weten. Zeg maar dat is gewoon het leuke aan zo'n auto. Dus het is. Ja. As far as projectauto's gaan, is dat gewoon. Kan je niet veel beter doen, denk ik. Nou, in ieder geval niet economisch gezien. Nee, precies. Inderdaad, op budget. En achterwielaandrijving blijft gewoon. Ja. Leuk. Het blijft gewoon lekker direct sturen, zo'n karretje. Ondanks dat je best wel grote wielen onder hebt zitten. En wel veel grip. Eigenlijk zou je voor de fun bijna zeggen van joh, ik doe de smallere bandjes onder of hardere bandjes. Ja. Dat die makkelijker gaat. Ja. Nou moet ik zeggen, in de regen gaat die heel makkelijk. Ja, dan heb je natuurlijk, want dan heb je de brede slof. En dan, ja, precies. Lachen man. Ja. Wil je nog iets vertellen wat we nog niet behandeld hebben? Nee, geen uitsmijters. Nee. Dan bedank ik jou voor het rijden in jouw MX-5. Ja. En dan roep ik jou als kijker op. Heb jij een gave auto waarvan je wil dat wij erin komen rijden? Wouter of ik. Meld je aan via het formulier op de website. En wie weet stappen we binnenkort in jouw auto.